De hockeyheren van de Almeerse zijn er niet in geslaagd om rechtstreeks een handhaving af te dwingen. De ploeg van coach Pasja Gademan was dichtbij een stunt tegen koploper Kampong, maar verloor alsnog met 4-2. Ik denk dat we gewoon een goede pot hebben gespeeld. En ook jongens die echt hebben laten zien dat we gewoon tegen Kampong echt kunnen hockeyen. Ja, ik vond jullie heel volwassen vandaag. Ja, vond ik ook. Ik vond iedereen goed spelen, rustig spelen. We begonnen eerst zelf wat onrustig, denk ik. Maar zeker de tweede helft hebben we echt een hele goede wedstrijd neergezet. Ja. Het zit dit jaar qua beslissingen niet mee, dat weten we. Dat is nog geen één wedstrijd zo geweest. Als dat wel was geweest, hadden we denk ik een punt of 8-9 meer gehad dit jaar. Helaas zit dat niet mee. Goed dat dat gebeurt blijkbaar. Ja. Vond jullie wel heel volwassen spelen vandaag? Zeker, we speelden een supersterke wedstrijd. En we vechten natuurlijk ook gewoon voor ons bestaansrecht in de hoofdklasse. En volgende week longt een finale, een absolute finale. Het damesteam van Almeerse verloor op bezoek bij MOP met 1-0.